Dank u wel, Paul. Goedemiddag allemaal, dames en heren. De Vlaamse werkzaamheidsgraad verhogen naar 80%. Dat is de ambitie van de regering, maar ook van de sociale partner. En zoals ik al meermaals herhaald, is de Vlaamse regering bereid om alles, maar dan ook alles, uit de kast te halen om die ambitie waar te maken. We doen dat omdat die 80% werkzaamheidsgraad eigenlijk de enige manier is om duurzaam onze welvaart veilig te stellen. Het is de enige manier om ervoor te zorgen dat we kunnen blijven investeren in onze maatschappij en in onze toekomst. Bij de start van deze regeerperiode, dat is ondertussen al 2,5 jaar geleden, kende Vlaanderen een werkzaamheidsgraad van 75,1%. Corona, de Brexit en nu natuurlijk die vreselijke oorlog in Oekraïne, de sterren hadden echt wel gunstiger kunnen staan. En toch zijn we erin geslaagd om de werkzaamheidsgraad op vandaag al op te krikken naar 76,6%. En daarmee is de werkloosheidsgraad immers gedaald tot het historisch lage niveau van 2,6%. Dat we vandaag zo'n mooie cijfers kunnen voorleggen in moeilijke omstandigheden is omdat we al heel veel maatregelen hebben genomen die die doelstelling moeten dichterbij brengen. En ik som er een paar op. In april 2021, dus een dik jaar geleden, sloten we het eerste VSOC-werkgelegenheidsakkoord af. Dat is het plan Alle Hens aan Dek. En daarmee investeerden we 190 miljoen euro om onder meer het Vlaams opleidingsbeleid te versterken. Ook met de digibanken hebben we 50 miljoen euro geïnvesteerd vanuit de relancemiddelen om mensen om en bij te scholen. En tijdens de crisis hebben we slimme financiële steunmaatregelen ingevoerd om onze economie en om onze samenleving te stutten in die toch wel heel moeilijke tijden. En daarmee werd ook de werkgelegenheid gestut. En dan met de Vlaamse jobbonus zorgen we voor een extra inkomen voor de lage tot gemiddelde lonen tot 600 euro extra netto per jaar. Meer koopkracht dus en zo zorgen we ervoor dat de stap naar betaalde arbeid meer lonend wordt. Een investering van 200 miljoen per jaar in zowel onze arbeidsmarkt als in de koopkracht van zij die dat het meeste nodig hebben. De strijd tegen de krapte op de arbeidsmarkt en de activering is één van de belangrijkste prioriteiten van deze regering. De komende jaren zal dat ook dé grote uitdaging blijven. Ook bijvoorbeeld het invullen van nieuwe jobs die dan te maken hebben met datatechnologie. En ook binnen Flanders Technology zullen we daar veel aandacht voor hebben. Is het niet waar, Jo? In ieder geval, dames en heren, we moeten die 80% werkzaamheidsgraad, we moeten die effectief bereiken. Ik ben daarom bijzonder fier en ook heel verheugd om u te kunnen melden dat er opnieuw een werkgelegenheidsakkoord is afgesloten met de sociale partners. Met het plan Iedereen nodig, iedereen mee, investeren we nog eens opnieuw 100 miljoen euro in onze arbeidsmarkt. Met dit akkoord zetten we de goede traditie verder van het sociale overleg in Vlaanderen en het afsluiten van drie partij VSOC-akkoorden tussen de Vlaamse regering, de werkgevers en de werknemers, zeg maar de Vlaamse sociale partners. De acute uitdaging waarmee onze arbeidsmarkt vandaag te maken heeft, dat weet u, dat is het tekort aan arbeidskrachten en het toenemend aantal knelpuntvacatures en knelpuntberoepen. De aanpak van de toenemende krapte op onze arbeidsmarkt is dan ook dé focus van dit nieuwe sociale werkgelegenheidsakkoord dat we vandaag aan u voorstellen. Het akkoord bevat een pakket van 40 maatregelen over de vier arbeidsmarktpijlers waarvoor Vlaanderen bevoegd is. En dat is activering, opleiding, werkbaar werk en de interregionale mobiliteit en de economische migratie. Collega minister Broens en de sociale partners zullen straks meer in detail een toelichting geven over de concrete inhoud van dit akkoord. Maar om de laatste kilometers af te leggen, van die 76,6% naar die 80%, zal dit akkoord meer dan nodig zijn. Maar er is nog meer nodig, want de belangrijke hefbomen van het werkgelegenheidsbeleid bevinden zich nog steeds op het federale niveau. Vandaar dat we ook onze vraag herhalen aan de federale regering om dringend, maar echt dringend werk te maken van een asymmetrische invulling van het arbeidsmarktbeleid. Samen
Met de Vlaamse sociale partners engageren wij ons om in overleg te gaan over de concrete implementatie ervan, van zodra hier ook federaal ruimte voor wordt voorzien. Ik denk daarbij onder meer aan onze vraag tot een asymmetrische invulling van de criteria van de beschikbaarheid van werkzoekenden. De stap naar betaalde arbeid moet ook voldoende lonend zijn. Ik zei het al, met de Vlaamse jobbonus doen we vanuit de Vlaamse regering maximaal wat mogelijk is binnen onze beperkte bevoegdheden. Maar de belangrijkste hefbomen om werken meer lonend te maken door fiscale en parafiscale lasten op arbeid te verlichten, die bevinden zich vandaag nog steeds op het federale niveau. De Vlaamse regering en de sociale partners geven vandaag een sterk signaal dat we de handen in elkaar slaan om die laatste kilometers van de 76,6% naar de 80% af te leggen. Onze oproep aan de federale regering is om dit goede voorbeeld van de Vlaamse regering te volgen en in het belang van onze burgers en onze bedrijven met analoge, activerende maatregelen deze Vlaamse aanpak verder te ondersteunen en te versterken. Ik zou de sociale partners uitdrukkelijk willen bedanken om tot dit mooie en gedragen akkoord te komen. En ik wil ook mijn collega's, want Hilde heeft daar denk ik heel veel werk aan besteed en Jo heeft dan het finale punt erachter kunnen zetten. Dus ik wil mijn twee collega's, Hilde Krivits en Jo Broens, ook heel hartelijk bedanken voor het harde werk om die Vlaamse werkzaamheidsgraad verder op te drijven. En nu, voor meer concrete informatie, geef ik graag het woord aan collega Jo Broens. Ja, dank u wel, minister-president, voor de eerste toelichting. Ik maak ook van de gelegenheid gebruik om op de eerste plaats de sociale partners te bedanken voor het goede werk. Ik heb vanaf dag één gezegd dat ik sociaal overleg bijzonder belangrijk vind. Hetgeen hier vandaag voor ligt is een resultaat van dat overleg. Uiteraard ook collega Hilde, die de voorzet heeft gegeven. Ik moest hem uiteindelijk maar binnenkoppen. Ik sta erop om ze expliciet allemaal te vernoemen. Unizo, VOCA, Verso, Boerenbond, ACV en ACLVB. Jammer heeft één partner uiteindelijk afgehaakt, maar dat maakt dit akkoord niet minder mooi. Iedereen nodig, iedereen mee. Dat is de titel die wat mij betreft voor zich spreekt. Ik denk dat sinds het bestaan van de Vlaamse Dienst Arbeidsbemiddeling, de VDAB, er nog nooit zoveel vacatures waren. Het aantal ligt historisch hoog. En nu ga ik even kijken wie de presentatie bedient. Ja. Voilà, dat mogen we zelf doen. Je moet zelf werken als minister. En wat je zelf doet, doe je beter. Dat klopt. Dus de krapte op de arbeidsmarkt die was inderdaad nooit zo groot als we vandaag kennen. Op maandbasis krijg je het aantal vacatures hier in een overzicht te zien. En dat aantal dat kwam uit op bijna 80.000 eind vorig jaar. Op jaarbasis gaat die teller al richting de 400 en 5.000. En als we dan weten dat er vandaag amper 180.000, mogen we dan wel zeggen, mensen werkzoekend zijn, ja, dan is dat getuige van een enorme krapte. Het aantal mensen dat vandaag tegenover het aantal vacatures staan, zijn er nog maar twee. Die spanningsindicator in de regio waar ik zelf van kom, dat was ook het getal tot 30. En vandaag kunnen dus de mensen op zoek naar werk, die kunnen kiezen uit vacatures. Belangrijk om eens heel even in te zoomen op de concrete situatie in Vlaanderen. Als je uitgaat van 100 Vlamingen, en de minister-president heeft het cijfer genoemd, dat staat hier nog verkeerd, zijn er vandaag al 76,6, richting die 80%, 76,6 die werkend zijn. Dus we gaan gestaag richting de 80% werkzaamheidsgraad. Vandaag zijn er dat 76 en zijn er amper 3, en dat getal ligt al vandaag al iets lager, die nog werkzoekend zijn. Maar de grote uitdaging en het beeld van de ijsberg, dat kennen we allemaal. Degenen die als het ware onder de waterlijn zitten, dat is een groep van 22. En in werkelijke aantallen gaat dat richting 680.000 Vlamingen die vandaag om een of andere reden niet actief zijn op die arbeidsmarkt. En we zien hier om welke mensen dat kan gaan. Van mensen die ervoor kiezen om thuis te zorgen, mensen die arbeidsongeschikt zijn, studenten, mensen vervoerd op pensioen. Dat is een heel groot arbeidspotentieel, arbeidsreservoir,
waarmee ook de VDAB in de toekomst meer dan ooit mee aan de slag zal moeten gaan om de kloof te dichten. Dus dat is een ander reservoir dan dat we als het ware in het verleden gewoon zijn, dat je vanuit werkloosheid kan ophalen. Belangrijk om de vier fundamenten, de vier pijlers nog even te noemen van dit werkgelegenheidsakkoord dat hier vandaag ondertekend werd. Activeren, opleiden, werkbaar werk en tenslotte als een soort sluitstuk de interregionale mobiliteit en de economische migratie. Dat zijn de vier pijlers die het fundament vormen van dit akkoord dat er dus op gericht is om de weg richting 80% te vervolledigen. Misschien eerst iets over het resultaatgericht activeringsbeleid, dat natuurlijk een heel grote verantwoordelijkheid legt bij de VDAB, dat spreekt voor zich. De budgetten die we hebben vrijgemaakt, dat zal op het einde aan bod komen, maar het gaat toch om een bedrag van 100 miljoen. En in die eerste pijler zitten al aanzienlijke bedragen die ook recurrent, en dat vind ik belangrijk om te benadrukken, die ook recurrent zullen worden ingezet. In dit pakket zit onder andere een RZ-korting van 1000 euro per kwartaal, en dat vier kwartalen lang. En daar zit onder andere ook een jobcoaching in. Dus daar het evenwicht werkgever-werknemer, iets wat toch wel belangrijk is in het sociaal overleg, dat hier mooi tot uiting komt. Maatwerk. Uiteindelijk, als je met de VDAB spreekt, dan voel je heel snel dat het altijd maatwerk zal blijven. En dat je altijd moet zullen vertrekken vanuit de individuele noden van de mensen die op zoek zijn naar werk en die je wil toeleiden naar de arbeidsmarkt. De VDAB zal hierbij ook meer dan ooit, en dat beeld heb ik al vaak gebruikt, moeten uitbreken voor een stuk en meer naar die werkvloer moeten gaan, meer dan ze dat in het verleden gewoon waren, om te kijken van waar liggen daar specifiek de uitdagingen, hoe komt het dat bepaalde vacatures niet ingevuld raken, hoe komt het dat er onvoldoende geschikte kandidaten gevonden worden, echt on the floor met de personeelsdiensten, de werkgevers op zoek gaan naar oplossingen. Dus zeer resultaatgericht naar die werkplek gaan. Een heel strakke opvolging, heel maatwerkgericht. En ook sanctioneren indien dat nodig is. Het beeld van de rode kaart heb ik al vaak gebruikt. Een doorgedreven opleidingsbeleid, dat is ook noodzakelijk. Als we kijken naar het levenslang leren in Vlaanderen, dan denk ik dat we daar nog een hele weg te gaan hebben. En dat in dit verband ook wel niet onbelangrijk is om te noemen, omdat het uiteindelijk, ik geef daar vaak het voorbeeld van onze iPhone, hè. We updaten hem vaak, wij moeten zelf ook bijblijven. De competenties in die razendsnelle wereld, die verwachten van ons dat we ook ons voortdurend bijscholen. De Vlaamse werkvloer zou als het ware de grootste school van Vlaanderen moeten zijn. We moeten meer trainen on the job. Ik denk dat het ook belangrijk is in die aanvangsfase, maar ook later om de uitstroom tegen te gaan. Hier misschien twee belangrijke, heel concrete maatregelen. De knelpunt opleidingspremie. Dus mensen die langer dan 2 jaar niet actief zijn geweest op de arbeidsmarkt, de niet-uitkeringsgerechtigden. Dat is de groep waar we het in het begin over hadden, die 680.000, diegenen die als het ware zich onder de waterlijn bevinden, om die toe te leiden bij de start van de opleiding, van de knelpuntopleiding, het einde van de opleiding en van het ogenblik dat ze dan effectief een knelpuntjob invullen, krijgen zij dus daar een premie. Ook belangrijk is de versterking van het opleidingsverlof, het Vlaams opleidingsverlof, het gezamenlijke besluitrecht. Wanneer je als werknemer en werkgever samen tot een akkoord komt over de opleiding die het meest gepast is, zowel voor jou als voor de werkgever, dan wordt dat dus ook financieel ondersteund voor de werkgever. En behoud je je loon tijdens de opleiding, een opleiding van 35 dagen, dus toch wel een hele mooie incentive die hier gegeven wordt in dit akkoord. Mensen aanwerven is één zaak, mensen houden is nog een ander. En dat doen wij door in te zetten op werkbaar werk. Dat is minstens zo belangrijk vandaag de dag. Dat evenwicht zoeken ook, die work-life balance, is cruciaal. En daarmee willen we ook investeren in HR-beleid. Ik geloof daar heel sterk in dat daar ook heel vaak de sleutel ligt. Als je gaat kijken naar de burn-out, het voorkomen daarvan, daar ligt een heel, heel grote uitdaging. Met de werkbaarheidschecks willen we dus ook werkgevers en vooral ook HR-diensten ondersteunen om daarmee aan de slag te gaan, om daar projecten op te zetten, leidinggevende versterken, want daar ligt heel vaak een sleutel die kan belangrijk zijn in de voorkoming van het uitvallen van mensen, het voortijdig uitvallen van mensen
op de werkvloer. En daar wordt ook 3 miljoen tot 9 miljoen euro op ingezet. Toch een niet onbelangrijk bedrag dat hier kan vermeld worden. En dan als sluitstuk, zoals ik het genoemd heb, de interregionale mobiliteit. We hebben inmiddels een overeenkomst gesloten met onze collega's in Brussel met de ambitie om 2000, op jaarbasis 2000 mensen die in het Brusselse werk zoeken, om die toe te leiden naar de Vlaamse arbeidsmarkt. Niet onbelangrijk. Als je ziet dat daar inderdaad nog het arbeidsreservoir bij de werklozen veel groter is dan hier, dan liggen daar kansen om elkaar te versterken op dat vlak. In die relatie tot Brussel hebben we vastgesteld dat er toch een heel aantal drempels zijn die nog moeten weggewerkt worden. De erkenning van buitenlands diploma, discriminatie vaak nog. Dat zijn allemaal zaken die wij in dat akkoord met Brussel hebben aangepakt of willen aanpakken om die toeleiding naar Vlaanderen, naar Vlaamse werkgevers te versterken. Dat wat interregionale mobiliteit betreft, uiteraard is het ook zo dat er vandaag een heel aantal knelpunten jobs zijn, technisch geschoolde, hogescholden, waarvoor het nodig is dat we ook over het muurtje gaan kijken. Ik noem dat graag het sluitstuk, omdat wat economische migratie betreft vandaag ook absoluut zo is dat in de groep die onder de waterlijn zit, de 680.000, de 22 op 100, dat daar heel wat mensen zijn die hier al jaren wonen en leven met een migratieachtergrond. Ik geef graag en vaak ook het voorbeeld van de moeders met een migratieachtergrond die heel wat zorgende competenties en vaardigheden ontwikkeld hebben doorheen hun leven, die ze ook op een bepaald moment in hun leven kunnen inzetten in de zorg, in het onderwijs. Daar zijn heel wat mooie projecten. Projecten die dus via de VDAB kunnen geïnitieerd worden. Ik heb dat nog niet gezegd. Ik wil dat hier heel sterk benadrukken, dat ik belangrijk vind dat de VDAB de komende maanden, de komende jaren heel sterk gaat inzetten op dat partnerschap met die lokale besturen. Want die lokale besturen die zijn vaak beter geplaatst om een inschatting te maken waar bevinden we of waar vinden we die groep van mensen die vandaag niet zichtbaar is en die vandaag niet actief is op die arbeidsmarkt, maar die we wel kunnen benutten. Dat partnerschap met die lokale besturen, daar liggen daar ongelooflijk veel kansen. Tegen het eind van het jaar is het ambitie dat de VDAB met elke Vlaamse stad of gemeente op dat vlak een overeenkomst heeft gesloten. Elk talent telt. Dat is uiteraard cruciaal. Ik vind dat belangrijk dat we heel veel aandacht hebben voor die inclusiviteit. De Vlaamse arbeidsmarkt die mag inclusiever. In de eerste dia, in de eerste groep van mensen die dus vandaag niet actief zijn op die arbeidsmarkt, de 680.000, daar zitten bijvoorbeeld ook mensen bij met een arbeidshandicap. De krapte is daar een kans. We hebben daar ook gezien dat heel wat ondernemingen ook daar nu gemakkelijker en sneller de deur openzetten om mensen met een arbeidshandicap ook toe te laten. Die inclusiviteit vind ik cruciaal. Discriminatie, helaas, iets wat toch ook nog ooit voorkomt, met professor Baar daar aan een nulmeting aan het werken in 38 sectoren. Om uiteindelijk daar vast te stellen, wat zijn daar eventueel oorzaken? Hoe kunnen we daar de juiste antwoorden op bieden? Allemaal belangrijke elementen om uiteindelijk die Vlaamse arbeidsmarkt inclusiever te maken dan ze vandaag is. Daar liggen ook heel wat kansen voor de sociale economie. Dat wil ik nog graag afrondend even benadrukken. We hebben zojuist in de regering ook de eerste fase van de 1000 klimaatjobs goedgekeurd. Dus 313 VTE's hebben wij daar goedgekeurd. Uiteindelijk hebben we al heel wat bevoegdheden in handen in Vlaanderen. En ben ik altijd iemand die wil werken met de instrumenten die hij of zij heeft. Maar is het ontegensprekelijk zo dat ook onze federale collega's nog een heel aantal hefbomen in handen hebben en ben ik van het principe dat we elkaar daarin moeten versterken. Dus wij zijn op dit ogenblik ook tevreden met een heel aantal zaken die in die arbeidsdeal staan. Ja, zoals de verplichte inschrijving van tijdelijk werklozen die dus tot voor kort dus niet op de radar stonden van de VDAB, die zich nu wel verplicht moeten inschrijven. Ook het activerend ontslagbeleid vind ik heel belangrijk. We hebben hier misschien nog vaak de cultuur dat ontslag een soort eindpunt is. Eigenlijk moet dat een doorstart zijn in je carrière. En daar is de transitiepremie wel een heel mooi voorbeeld, dat je als het ware bij je opzeg bij A al onmiddellijk een opleiding volgt om te kunnen starten bij werkgever B. Dus een ontslag mag geen eindpunt zijn, maar een doorstart. Dan tot slot de cijfers. Die willen we u uiteraard ook heel graag presenteren. Dat is toch een mooi overzicht, denk ik,
om uiteindelijk 100 miljoen te investeren, waarbij ik belangrijk vind om aan te geven dat de jobcoaching bij het activeren van mensen en de RSZ-korting iets is wat ook recurrent zal zijn om inderdaad niet aflatend in te zetten op die werkzaamheidsgraad. Iedereen nodig, iedereen mee. Dat is inderdaad een collectieve opdracht. Daarom is het ook goed dat we met zoveel zijn vandaag en dat ook allemaal onderschrijven. Dank u wel. Goedemiddag iedereen. Voor eerst dank aan de minister-president voor de inleidende woorden, aan minister Broens voor de toelichting. En de dank aan de hele regering, aan de verantwoordelijke minister Krevits en minister Broens, om eigenlijk met de 6 sociale partners dit akkoord te sluiten. Dank ook voor het budget. Het is in deze tijden niet vanzelfsprekend om extra budget te voorzien. Dank ook voor dit budget om dit akkoord uit te voeren. Dank ook aan mijn collega's sociale partners om gedurende 6 maanden, toch eerst 3 maanden binnen de SERF, maar dan zelfs iets langer dan 3 maanden met de regering om dit te onderhandelen. Het zijn vandaag uitdagende tijden. Het zijn crisistijden en in crisistijden heb je ook crisismanagement nodig. Laat dat duidelijk zijn. Maar in crisistijden heb je ook nog iets nodig dat wat verder kijkt, wat langer kijkt. En dit akkoord kijkt eigenlijk naar de komende 2 jaar. De bedoeling, zoals de minister-president aangaf, is die 80%. Dat is de reisbestemming. De bestemming die we moeten halen. En daar zijn we het allemaal over eens. In dit akkoord tekenen we eigenlijk de weg uit naar die 80%. Met meer dan 40 maatregelen die we samen voorop stellen, waar dat we ons samen toe engageren, sociale partners en regering. 40 concrete maatregelen die we in de komende maanden en komende 2 jaar samen willen uitvoeren. De maatregelen, en er zijn veel te veel om op te sommen, de minister heeft er al heel wat naar voren gebracht, die maatregelen zijn naar ons aanvoelen heel evenwichtig. Evenwichtig tussen de 3 partijen. De regering, de vakbonden en de werkgevers. 2 grote lijnen daarin. De krapte op de arbeidsmarkt, het is al herhaaldelijk vermeld. De krapte op de arbeidsmarkt die ons aanzet om nog meer te activeren. Activeren is ook niet voor niets het eerste hoofdstuk in het akkoord. Activeren van de werkzoekenden, maar ook activeren van die arbeidsreserve die we vandaag niet aanspreken of onvoldoende aanspreken. Krapte op de arbeidsmarkt die ook leidt tot heel wat voorstellen met betrekking tot interregionale mobiliteit en tot slimme migratie. Evenwicht anderzijds ook naar het goed bevinden, het goed opleiden, het goed voelen van onze medewerkers. Lees opgeleide medewerkers en werkbaar werk. Is het tweede grote evenwicht dat in het akkoord zit, waardoor dat de 3 partijen elkaar hebben kunnen vinden. Dit akkoord is er nu, de 40 maatregelen. We nodigen de regering uit en de minister heel in het bijzonder om dit akkoord nauwgezet uit te voeren en op te volgen. We gaan daarover heel regelmatig in overleg gaan. Opvolging en overleg is daarin heel cruciaal. En ook de opvolging en het overleg van het asymmetrisch beleid. Want we kunnen het Vlaams arbeidsmarktbeleid nog niet afzonderlijk beoordelen. Soms hebben we de federale regering nodig om volle gas te kunnen geven. Maar dit zullen we opvolgen. We hebben samen overlegd. Nu moeten we samenwerken, moeten we samen uitvoeren om samen dat doel te bereiken van die 80% werkzaamheid. En dan zijn we in Vlaanderen opnieuw een van de kampioenen in Europa. Dank u wel, Hans. Ik geef nu het woord door aan. Ja, dank u wel, minister-president. Ik wil op mijn beurt ook wel de collega's sociale partners bedanken en ook de Vlaamse regering, jullie allemaal, voor het constructief overleg en vooral voor het resultaat. Het is belangrijk toch wel in deze uitdagende tijden dat sociale partners onderling, maar ook met de Vlaamse regering, tot een akkoord kunnen en tot akkoorden kunnen komen. En het is voor ons toch wel belangrijk, en waarom hebben we ook getekend, het is belangrijk dat mensen aan het werk gaan, maar ook aan het werk kunnen blijven. En anders zal de krapte op de arbeidsmarkt toch wel zware gevolgen kunnen hebben. Ik denk aan de sector als de zorg of het onderwijs, waar dat we toch wel al een aantal dingen zien.
En bovendien, het personeelsgebrek of tekort dat er is, zorgt natuurlijk wel voor wat meer werkdruk, ook voor wie al aan de slag is. En daar willen we in dit akkoord op inspelen om deze problemen ook aan te pakken, maar ook wel oplossingen aan te reiken, omdat we daar toch wel voor grote uitdagingen staan. Er zit inhoudelijk veel in het akkoord en de samenhang van het akkoord is zeer belangrijk. Zonder werkbaar werk, dat eigenlijk mensen moet voorkomen dat ze uitvallen, ja, is eigenlijk spreken over activering zinloos. Zonder opleiding van werknemers en werkzoekenden kunnen we bepaalde transities op de arbeidsmarkt eigenlijk moeilijk waarmaken. We hebben opgeleide mensen nodig. Zonder beroep te doen op werknemers uit de regio's en ook daarbuiten kunnen we eigenlijk die werkdruk of die krapte ook niet doen dalen. De krapte wegnemen, maar de werkdruk niet doen dalen. En daarom is toch wel voor ons ook elke pijler uit het akkoord belangrijk. En is het in de uitvoering ook belangrijk dat elke pijler goed wordt opgevolgd. Belangrijk vind ik ook wel bij het luikje ook van activering dat ook naast de RSZ-doelgroepkorting ook een begeleiding en coaching op de werkvloer kan zijn van werknemers die eigenlijk opnieuw een stap willen zetten op de arbeidsmarkt, die meer dan 2 jaar eigenlijk eruit zijn geweest, maar toch dat zij kunnen rekenen op begeleiding en ondersteuning. Het zij op taal of het zij op bepaalde afspraken. Ook positief is toch ook wel dat de VDAB meer de face-to-face contacten gaat doen voor wie dat echt nodig heeft. Men heeft op een bepaald moment wat te veel gekozen voor het digitale. Dat is ook nodig, maar er zijn altijd mensen die nood hebben aan begeleiding, ook op dat vlak, die niet direct de toegang vinden tot internet. En eigenlijk mag dat geen drempel vormen om toch de begeleiding naar werk te krijgen. Ook op vlak van interregionale mobiliteit en economische migratie zijn toch belangrijke eikpunten voor uitgezet die wij toch ook wel belangrijk vinden. Nu, specifiek voor de pijler van de opleiding zijn we toch ook wel tevreden met het aanbod en de uitbreiding ervan van NT2 en ook die opleidingen rond digitale vaardigheden. Ook het gemeenschappelijk initiatiefrecht dat wordt verlengd tot schooljaar 23-24. Dat geeft toch ook wel werknemers de kans om deel te nemen aan opleiding. Naast natuurlijk ook het individueel opleidingsrecht van de werknemers die er is via het Vlaams opleidingsverlof. Ook belangrijk is toch wel de aandacht voor het flankerend beleid ook, om die drempels rond leren weg te nemen. Als we de weg van levenslang leren willen gaan, dan moeten we ook ervoor zorgen dat de drempels worden weggenomen. En ook het implementeren van het concept van leercoaches is toch ook wel een belangrijke stap vooruit. Ook positief is toch ook voor de mensen die momenteel niet actief zijn, om via een financiële incentive die toch ook aan te moedigen om via een langdurige knelpuntopleiding te volgen. En uiteraard is er dan ook nog de pijler van werkbaar werk, waar dat toch wel, en ik herinner mij dat wij een aantal jaren geleden ook een actieplan werkbaar werk hebben afgesloten, en waar we toen eerst ook gesproken hebben over die werkbaarheidschecks. Nu zijn we wat een paar jaar verder en ben ik toch wel blij dat dit instrument eigenlijk wat verankerd wordt nu in het beleid en een versterkt beleid rond werkbaar werk. En dat we ook samen de sturing kunnen geven aan verschillende projecten rond werkbaar werk die ook heel concreet gaan op het terrein gaan moeten zorgen voor resultaat. En verder ook nog, ik kan het niet laten, ook de versterkte aandacht voor de betaalbare en behoeftedekkende kinderopvang is toch ook een belangrijk gegeven waar dat wij sterk achter staan. Dus ik vind het inderdaad belangrijk, we hebben, en de voorzitter heeft het ook al gezegd, we hebben oplossingen gezocht voor de problemen die er vandaag zijn, ook voor de huidige, maar ook voor de toekomstige werknemers. En daarom zetten wij ook wel onze schouders onder dit akkoord en gaan we ook verder actief meewerken aan de uitvoering ervan. Want iedereen nodig, iedereen mee. Dank u wel. Dank u wel. Anne, ik geef nu respectievelijk het woord aan de 3 vice-minister-presidenten, te beginnen met Hilde, Bart en dan Ben. Bedankt voor de prachtige uiteenzetting.
Enfin, ik wil eigenlijk beginnen met een persoonlijk feitje. Wij hebben straks met een aantal mensen die hier trouwens ook aanwezig zijn, Ingrid, om 14:00 een ronde tafel om mensen te vinden die willen instromen in de zorg. En die datum is eigenlijk een beetje op de gok vastgelegd, want het was wel nodig om die ronde tafel te kunnen organiseren dat we dit werkgelegenheidsakkoord ondertekenen. Wel nu, het is gelukt een uurtje geleden, dus we kunnen met een gerust hart, denk ik, deze namiddag aan rond de tafel gaan zitten. Maar ik geef het mee om met een heel concreet cijfer. Er zijn op dit ogenblik 7000 vacatures in de zorg. 7000. Als die niet ingevuld raken, betekent dit een hele zware druk op de schouders van de mensen die er wel werken en een grote kans dat die ook gaan uitvallen, omdat de workload te zwaar is. In dit werkgelegenheidsakkoord, waar ik uiteraard zeer gelukkig mee ben, zitten een paar maatregelen die soelaas kunnen bieden. Ik ga er eentje uithalen die voor mij van belang is. Dat is die fameuze knelpunt, opleidingspremie. Mensen zouden kunnen denken, waarom weer al een premie? Wel, ik zal het uitleggen. Er is heel veel werk vandaag voor zoveel mensen in Vlaanderen. Mensen die vandaag niet actief zijn op de arbeidsmarkt, die zouden perfect kunnen zeggen, we gaan aan de slag, een opleiding is niet echt nodig, we gaan wel opgeleid worden on the floor. Maar er zijn opleidingen waarvoor je een lang traject nodig hebt. Denk maar aan de opleiding verpleegkundige. Nummer 1 trouwens, beste mensen, op de lijst van knelpuntopleidingen. Ik kijk de lijst van dit jaar, op 1 staat verpleegkundige. Wel, als we mensen die nog nooit of die al lang geleden... waarvan het lang geleden is dat ze op de arbeidsmarkt actief waren, als we hen willen overtuigen om toch die opleiding verpleegkunde te volgen, dan is het ook misschien wel nuttig dat we hen een financieel duwtje in de rug geven, dat hen toelaat om die lange tijd die toch nodig is vooraleer je dat diploma hebt, toelaat om die tijd te overbruggen. Wel, vandaar de premie die we geven als je zo'n opleiding volgt en als je natuurlijk nadien ook effectief aan de slag gaat in de sector. Voor mij is dat een heel belangrijke bouwsteen om deze namiddag ook aan de tafel te gebruiken en eigenlijk te gaan kijken van hoe zullen we er dan in slagen om daardoor ook mensen die vandaag niet werken of niet actief zijn op de arbeidsmarkt ook effectief naar de sector te halen. Dus zeer blij, niet alleen met de inhoud, beste Jo, maar ook met de timing om minister-president om dit vandaag om 12:30 te willen ondertekenen. Dank u wel. Ja, dank u op mijn beurt. Natuurlijk ook heel blij met dit werkgelegenheidsakkoord, omdat het toch op een moment komt dat we in een heel andere context zitten dan de voorbije decennia. Zolang dat ik al politiek actief ben, heb ik altijd geweten dat we moesten jobs zoeken voor mensen. En nu moeten we ineens mensen gaan zoeken voor jobs. En dat betekent natuurlijk ook een aanpassing, een bijsturing van onze aanpak en het verder verdiepen van de instrumenten die we hebben. Ik ben op 3 manieren tevreden. Eerst en vooral als minister van Binnenlands Bestuur, omdat in dit akkoord ook heel veel aandacht besteed wordt aan lokale partnerships tussen VDAB en lokale besturen. Jo heeft er al naar verwezen, omdat ik denk dat die lokale besturen extra instrumenten hebben om mensen die vandaag dag bijvoorbeeld leefloner zijn of nog niet actief zijn op de arbeidsmarkt, om die te kennen, te benaderen en te motiveren en te helpen actief te worden op de arbeidsmarkt. En ten tweede natuurlijk ook het spoor activeren, competentieversterkend traject naar langdurig werklozen. Ook daar zullen lokale besturen een belangrijke rol in spelen om ook die groep van langdurig werklozen, om die actief te krijgen en hen daarbij te helpen en te ondersteunen. Ik denk dat lokale besturen daar een belangrijke rol in hebben. Tweede ben ik natuurlijk ook tevreden als minister van Inburgering, omdat we daar ook nog altijd voor een grote uitdaging staan, maar dat we dat samen gaan kunnen doen met de VDAB en de agentschappen Integratie Inburgering, om mensen binnen de 2 maanden, dat is onze ambitie, bij de VDAB te krijgen, om hen zo snel mogelijk aan het werk te krijgen, omdat ik heel sterk geloof dat mensen die snel aan het werk zijn, zich ook veel gemakkelijker gaan inpassen in de samenleving, Nederlands gaan kunnen leren, volwaardig burger kunnen zijn en ook kunnen bijdragen aan onze samenleving, wat ook het algemene beeld rond diversiteit alleen maar kan versterken en verbeteren. Dus als minister van Binnenlands Bestuur tevreden, als minister van Inburgering tevreden, maar ook als vice-minister-president tevreden, omwille van de jobbonus die erin staat. Wij geloven heel sterk dat dat een heel belangrijk instrument kan zijn, vooral omdat deze jobbonus zich richt op het onderste segment, de mensen met het kleinste inkomen, actief op de arbeidsmarkt. En ook die mensen die vandaag de dag dreigen door de maatschappelijke evolutie, de economische context, de inflatie en dergelijke meer, sterk onder druk te komen, dat die mensen daardoor eigenlijk ook wat extra ademruimte krijgen, extra schouderklopje krijgen, extra inkomen krijgen om die activiteiten op de arbeidsmarkt verder te zetten. En het zal misschien anderen motiveren om ook die stap te zetten naar de arbeidsmarkt. Dus voor u zit een zeer gelukkige vice-minister-president.
mens. Als mensen dat weten van mij, ben ik altijd gelukkig. Ik ben ook altijd gelukkig en blij en vrolijk en in deze ook tevreden als vakminister, maar ook als lid van deze Vlaamse regering, omdat daar straks werd de vraag gesteld, doen we wat we zelf doen, doen we dat altijd beter? Wel, in het kader van dit sociaal overleg, wel zeker, ja. En ik denk dat het echt illustreert dat wanneer wij de bevoegdheden, de instrumenten krijgen, dat we die maximaal invullen ten voordele van welvaart en welzijn van meer dan 6 miljoen Vlamingen. En ik hoop dat dit ook een begin is van meer, dat we meer armslag krijgen, meer mogelijkheden krijgen om, zeker gelet op de noden die wij zo hebben, in al onze beleidsdomeinen en al onze sectoren, de arbeidsmarktkrapte die ons echt parten speelt, dat we die nog meer kunnen tackelen en aanpakken met extra instrumenten, extra mogelijkheden, wezenlijk asymmetrisch beleid of gewoon extra bevoegdheden, om veel meer de problemen te kunnen aanpakken met onze eigen oplossingen en onze eigen centen. En ja, het verschilt soms toch nog wel met de noden en wensen die leven aan de overkant van de taalgrens. Dus ik hoop dat dit ook een begin is van meer. Dank u wel, meneer de minister-president. Dames en heren, regeringsleden en verantwoordelijken van de sociale sector. Zijn er nu vragen bij u hier? Of wenst u die liever in een wat frissere omgeving buiten op het plein te stellen? Wie riskeert het? Een vraag toch, Wim? Ja, alsjeblieft. Meneer de minister van Werk. Ja, ik denk dat ik op de eerste plaats wil benadrukken dat hier wel heel veel anderen zijn die dat wel ondertekend hebben, die dat heel goed vinden. Dus wat dat betreft... Dus ik wil vooral het positieve... Die zijn samen thuis gebleven. Ik wil vooral het positieve benadrukken, hè, dat het wat ons betreft een heel evenwichtig verhaal is. Hè, dus... Want dat begreep ik, dat was de voornaamste kritiek, dat men het onvoldoende evenwichtig vond naar de initiatieven ten aanzien van werknemers en werkgevers. Maar ik denk dat hetgeen hier vandaag gepresenteerd is, het tegendeel bewijst. Wens daar nog iemand op te reageren naar deze tafel? Nee? Nog een andere vraag?